Yo, wat op mensen, super leuk om te kijken naar een nieuw video op mijn kanaal. Vandaag is net het live event geweest en ja, ik land natuurlijk dan meteen in Risky. Tenminste, wat er nog over is van Risky. En ik heb echt een kutlanding, maar is het nou een gewoon normaal potje of ik hoor echt keiharde gekrijs? Ik weet het allemaal niet, wat is het joh? Oh, dat lag waarschijnlijk aan de glider. Ah, oké, ik heb dus geen loot, dus ik ben eigenlijk meteen dood. Oh, ik heb gewoon een kistje. Maar het speelt wel heel laggy hoor, voor mij. Holy. Ik kan niet zoveel doen joh. Ik heb echt keiharde lag. Jullie merken het waarschijnlijk niet, maar... ik speel wel. Pak jou, vriend. Oké, dat is nummer 1, maar ja. Ik moest hier wat doen, er stond iets van de challenge bij. Jongens, ik heb ook geen idee wat er aan de hand is. Oh, ik had hem bijna. Ik moet hem hebben, ik zweer het. Hoppa! Stik lekker in jouw huis, ik heb je. Oké, dan gaan we nu even een Big Shield drinken. Dan gaan we even wapens een beetje sorteren. In hoeverre dat kan. Ik vind die pistooltje zo fijn, hè. Ook editen, dankjewel. Oh, zeg, wat is dit, joh? Holy, ik ben beschoten. Oh, yo, wat is dit? Oh, ik kon hier ook gewoon omheen. Yo, ik werd door wat beschoten. Waar staan deze kisten? Dat weet ik ook niet. Oh, hier zo staat eentje. Oké, ik heb een medkit. Oké, dan gaan we heel eventjes een medkit innemen. Maar ik werd net beschoten door iets. En dat was wat ik net... alsof iemand aan het tuff is op je. Ik hoorde dat net ook in het live even, maar... oké, dat is een enemy, sowieso. Oké, ik heb een shotgun, daar ben ik alweer blij mee. Ik heb nog een kistje. Oh, fijn dat ik kon bouwen. Oh. Hoppa! Oké, deze guy was niet zo heel goed. Ik ook niet, dus dat scheelt. Oh, kijk, kijk, ik heb een nieuwe wapen. Oké. Okay. Oh, het is infinite ammo. Oh, het doet niet heel veel damage, maar is wel heel ziek. Heel ziek dit. Oké, okay, hier gaan we gewoon proberen kills mee te maken. In hoeverre dat kan. Ik moet dan natuurlijk niet doodgaan. Ik heb wel 150 HP, dus dat is wel lekker. Resortjes niet echt, dus dan moet ik even achteraan gaan. Oh wacht, dit kun je openmaken voor ja, voor loot. Zo is ook een klein tipje voordat je dat nog niet wist. Maar we hebben gewoon het nieuwe wapen, jongens. Holy. Ik denk dat je dan alleen dit wapen hier kan vinden in Risky. Dus ik weet het niet. En ik ben... wacht, ik kan ook zien hoeveel damage dit doet, toch? Oké, dat gaan we even bekijken. Hoe kan ik dat zien? Inventory. Hij doet 30 damage. Fire, holy. Best wel ziek, 30 damage. Daar is gewoon een AR, maar. Oh, lama, lama. Maar die kun je dan ook hiermee openen. Ah, oké, okay, je kan dus niet oneindig doorschieten, want hij heeft een soort. Hoe moet je dat zeggen? Ja. Oververhitting. Zo kan je het denk ik wel benoemen. Dus dat heeft hij wel. We gaan even dit wikpotje drinken. Oh ja, wil je niet altijd alle matches verpesten, doe dan even zo. Als je wordt beschoten, heb je sowieso nog iets van bescherming. Dat is wel een mooi tippie. Een echte Fortnite Pro. Nee, maar... oké, okay, nog 38 mensen over. Onder ik nog. En we zien nog niet echt heel veel mensen of zo. Hier staan altijd drie kisten. Ja. Oeh, blauwe jaar.
En dan hoop ik hier even wat shields uit te vinden. En die kan ik dan meenemen. Maakt eigenlijk niet zoveel uit wat. Als er maar shields zijn, en dat is al heel moeilijk. Oké, top. Oké, dan krijgen we de hoek weg. De gleppel weg. Oké, dan gaan we gewoon even mensen spotten. Ja, dat lijkt me handig. Neem altijd wel een sniper mee voor in plaats van dit. Voor dit wapen. Maar ja. Ik wil wel even een nieuw wapentje testen hoor. Maar ja, zolang ik niemand zie, kan ik het ook niet testen. En nee, ik zie nog steeds niks. Let maar op, en zometeen word ik een kaart gesnapt in mijn koppie. Ja, en dan ben ik dood. Dat is really fucked up, kan ik je zeggen, jongens. Dus ja, loop nooit in de rechte lijn. Loop altijd een beetje schuin. Beetje. Loop gewoon hoe mensen het nooit zouden verwachten hoe je loopt. Want schiet het toch wel. Want als je alleen maar recht zoals dit loopt, word je gewoon keihard gesnapt. En dat wil je denk ik niet. Oké, we kunnen het wapen testen. Holy! Holy! Oké, ik denk dat dit wapen veel te OP is. Denk ik. Gaas, kijk even wat. Oh mijn god, ik heb dat pisteltje weggedaan. Voor mijn grappler. Oh my god. Ik wou die grappler weg hebben. Want als ik iets. Oké, nu moet ik even. Plan B verzinnen hierop. Oké, ik loop gewoon terug. Fuck it. Ik moet, want ik heb een secondary nodig. Kijk, als ik met een shotgun schiet, kan ik wel naar mijn AR switchen, maar ik vind altijd zo'n pisteltje. Of SMG vind ik persoonlijk veel fijner. Maar even serieus, dit wapen is een mokertje goed. Hij schiet snel. Hij heeft niet echt dat de kogels echt 20.000 kilometer naar links, naar rechts, omhoog, naar van onderaan ofzo. Dat heeft het ook weer niet. Blijf lekker accuraat dus. En hij doet gewoon 30 damage. En 37 headshot. Ja, is niet verkeerd. Is niet slecht, moet ik zeggen. Ja, we gaan proberen dit potje ook lekker te kunnen winnen. Neem nog even dit mee dan. Even 30 steen voor de zekerheid. Oké, heb ik nu wel goed alles? Ja, nu heb ik wel alles goed. Oké, waar zitten al mijn mensen dan? Oh ja, daar zie ik iemand. Zou ik dat raken vanaf hier? Nee, ik ga het nog even niet doen. Ik ga hem van iets dichtbij hier. Dan ga ik hem even vol knallen. Ja, ik heb genoeg. Genoeg ammo, hoef ik niet. Oké, vanaf hier. Ik hoop dat hij mij ziet, dan draait hij zich om. Hij ziet me nog niet. Jammer. Oké, hij loopt dan naar boven. Oké, ik ga hem gewoon sneaky opwachten. Oké, hij is aan het verwisselen van loot. Oh, dit bro. Oké, we gaan minje nemen, dankjewel. Hebben wel wat AP'tje gekost, maar dat geeft helemaal niks, joh. Oh, mag op zich wel bouwen, Fortnite. Oké, dan gaan we even medkitten voor 10 seconden. Hij heeft wel twee. Hij heeft wel een leuke loot. Maar ja, wij hebben de laser hoor. Wij hebben de laser. Hij spectate ook ons. Maar je hoeft toch gewoon niet te reloaden? Holy, dat is echt heel ziek. Oh, ik wou eigenlijk even editen, maar. Dat kon niet. Nee, dit wapen is te OP, jongens. Ja, bedoel, je hebt geen kogels hiervoor, joh. Oh, ik zeg over mijn accuracy, zeg ik niks. Je ziet wel waar het vandaan komt. Holy, zo klinkt dat dus als iemand op je afkomt. Daarmee. Oeh, ik ga hem neuken, ik heb dat wapen ook. Maar ik wil niet worden gesniped. Nu zit ik echt in een kut situatie. Oké, ik kan nu wegrennen, maar ik kan ook gewoon blijven campen. Want op zich, hij moet naar mij toe komen, dus ja. Hij is dan de lul en ik zie daar een big pot liggen. En de big pot is nooit verkeerd.
Oh, maar het is niet wel sterk op gebouwen. Oké, okay, één hit, oké. Okay. Oh, fijn dat het wou bouwen. Ja, weet je dit zeker, jongen? Dat is even niet meer, jong. Oké, ik ga naar beneden. Ik vind het een mooie west. Al mijn bouwmaterialen verspild, maar maakt helemaal niet uit. Oké, ik ga campen. Deze doet toch minder damage. Ik hou hier niet van dat je boven me zit. Oké, je bent geowned. Ik kan beter stoppen met Fortnite. Oké, boys, ik moet me heel even concentreren. Ik word een klein beetje hard gefocust door iedereen. Normaal vind ik dat niet heel erg. Maar nu wel, want kijk maar HP, bro. Iedereen heeft dat ding ook, joh. Iedereen heeft dit wapen, dus dat is niet leuk. Op zich, ze schieten er wel mee. Maar yo, op mij schiet hij ook gewoon. Ik heb die medkit nodig. Ook nog in mijn rug. Als het nou arena was, kreeg ik HP erbij. Maar dat krijg ik ook niet. Ik heb nog nooit zo'n spannend potje gehad in solo. Bro, je moet geen bulkbutter tegen mij aangaan. Hij heeft het zwaard! Is dat er ook al te vinden, joh? Mijn bouwmaterialen gaan we heel snel zo. Oh. Mannelijke geel van mij, sorry. Oh, dit bro. Even rust. Ik heb geen healing natuurlijk. Ik heb echt nog nooit zo'n spannend potje gehad, jongens. Kan ik gewoon niks doen. Want ik kijk mijn healing. Ik kan wel even bouwmateriaal maken, dat wel. Oké, hoe moet ik hier wegkomen? Oh my god, de ding is
Heel snel. Ik had hem nog wel één keer geraakt, maar we zijn uiteindelijk nog wel 60 geworden met hoeveel kills? Kan ik niet zien, dankjewel Fortnite. Iets van 7, 8 kills of zo. Laat even weten in de reacties en dan zeg ik zoals altijd. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.